Op 1 september begint de meteorologische herfst. De meteorologische seizoenen zijn geïntroduceerd in 1870 door de voorloper van de WMO, de World Meteorological Organization. Meteorologische seizoenen duren allemaal precies 3 maanden. En dat is handig voor klimatologen. Zo kunnen zij heel makkelijk dit seizoen vergelijken met exact datzelfde seizoen uit voorgaande jaren. Ideaal voor het gebruik van statistieken. Astronomische seizoenen zijn hiervoor niet geschikt, omdat ze niet op hetzelfde moment beginnen elke keer en ook niet exact even lang zijn. De start van het astronomische seizoen hangt namelijk af van de positie van de aarde ten opzichte van de zon. De astronomische herfst begint op het moment dat de zon loodrecht boven de evenaar staat en verder naar het zuiden beweegt. De periode dat de zon boven de horizon staat is over de hele wereld precies even lang als de periode dat de zon onder de horizon staat. Dit jaar begint de astronomische herfst op 23 september om 3:04 s'nachts. Dus ben je nou een zomerliefhebber, zou ik zeggen, hou die astronomische terminologie aan. Echt niet nog even 3 weken van de zomer.